Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Hiep hiep hoera, Essence bestaat 20 jaar en om dat te vieren hebben ze een limited editie uitgebracht, namelijk Make Beauty Fun. In deze video zal ik jullie deze producten gaan laten zien en wat meer informatie geven over deze producten. En we gaan uiteraard de producten uittesten om te kijken of het de moeite waard is. Dus ben je nou benieuwd naar deze collectie en of de producten de moeite waard zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, 20 jaar Essence is best wel een hele lange tijd. Ik moet zeggen, ik ben Essence gaan gebruiken toen ze al zo'n 5 jaar bestonden. En vanaf het allereerste begin is de basisgedachte geweest dat iedereen zich mooi moet kunnen voelen. Of laat iedereen mooi voelen. En ze wilden daarom ook producten aanbieden met een hoogwaardige en innovatieve stijl, maar die ook wel betaalbaar waren. Ik moet zeggen, Essence is altijd betaalbaar geweest. Nu met de inflatie merk je wel dat Essence iets duurder wordt. Maar Essence is altijd nog wel heel populair. De Essence wil eigenlijk met deze collectie hun fans aanmoedigen om de stress van het alledaagse leven te laten varen en de creativiteit de vrije loop te laten. En zodat je kunt experimenteren met intense stijlen en individuele looks. Er bestaat een beetje verwarring over deze collectie, want er zijn dus een aantal producten die enkel in Duitsland te koop zijn, maar de producten zouden ook in Nederland te koop zijn. Naast make-up hebben ze ook armbandjes uitgebracht, een kwastenset die enkel in Duitsland te koop is, een make-up tasje en ook een sponsje met houder. Die heb ik allemaal niet gekocht. Ik heb puur en alleen de make-up producten gekocht. Allereerst hebben ze een highlighter. Wat ik heel tof vind is het ombre effect wat je ziet, want hij heeft een soort overloop. Dus die. Dan hebben ze ook een nageltopcoat, die draag ik momenteel ook. Dus de topcoat die je nu ziet, dat glimmende, dat is de topcoat die ik op mijn nagels heb. Het kwastje is overigens gewoon heel basic. Deze heeft de naam, ik ga even kijken of ik dat kan lezen hoor. 01 Coat Life with Happiness gekregen. Dan hebben ze een oogschaduwpaletten en die paletten is enkel en alleen in Duitsland te koop. Maar we hebben gewoon Nederlandse websites waar je ze kunt bestellen. Want anders had ik dit paletten natuurlijk ook niet gehad als het alleen in Duitsland te koop was. Ook deze heeft het mooie ombre effect. Dus super tof. Dan hebben ze een mascara. Dit is de Isle of Extreme mascara. Dit is geen nieuwe, die kennen we al. Die zit in het standaard assortiment. Maar deze is dan weer limited door de verpakking. Heeft verder geen naam gekregen, maar die dus. En ze hebben twee lipglossjes gekregen. Dit zijn plumping lipglossjes. Die zien er zo uit. Ook leuk met het ombre effect erin. Dus ik denk dat het wel tijd is om de producten te gaan testen. En uiteindelijk zal ik natuurlijk eventjes nog aangeven wat ik nou van alle producten vind. Dus laten we eraan beginnen. We gaan beginnen met de highlighter. De highlighter heeft de naam 01 Happiness Shines From Within gekregen. En die heeft dus dat mooie ombre effect zoals ik al zei. We zullen hem ook eventjes gaan swatchen om te kijken. Die ziet er zo uit. Een beetje een roze toon. Is op mijn hand niet heel goed te zien, maar hij zit er wel. Ik zal jullie even wat gaan inzoomen en dan gaan we gewoon kijken met het aanbrengen van de highlighter. In het paletten zit een spiegeltje, dus die zal ik gaan gebruiken. Dus laten we die maar gewoon eens even gaan aanbrengen. Zo, ik heb mijn kwastje erbij gepakt. Ik heb het spiegeltje hier, dus mocht je me naar beneden zien kijken, ik kijk dan in het spiegeltje. Dan gaan we het gewoon van de highlighter opnemen op het kwastje. Ik ga gewoon in beide kleuren een beetje, zodat we goed het ombre effect zullen hebben. En die ga ik gewoon hier zo aanbrengen. En ik zie hem direct. Ik zie hem direct opkomen, dus je hebt niet heel veel nodig. Maar hij geeft echt een hele mooie glow, als ik nu kan zien. Ja, ik vind hem wel mooi.
Ik had eigenlijk verwacht dat hij wat meer roze zou uitvallen, maar op mijn gezicht vind ik het wel meevallen. Maar dat komt natuurlijk door dat andere effect. Ik heb alleen het idee dat deze kant minder goed opkomt, of het komt bij mij door het licht. Dus hier breng ik iets meer aan, omdat ik niet het idee heb dat ik er wat van zie, terwijl ik het bij de andere kant wel direct zag. Oké, dan doen we even het puntje van de neus. En een beetje op het cupido-boogje bij de mond. Nou, dan zit de highlighter erop. En deze kant vind ik het echt prachtig zichtbaar. Deze kant door het licht zie ik hem iets minder, maar als ik heel goed kijk zie ik hem wel beter. Dus ja, ik vind hem eigenlijk wel heel erg mooi. Dus ik vind het wel goed gedaan. Nou, dan gaan we dus door naar het oogschaduwpaletten. Deze heeft een naam. Dan moet ik wel even de bril opzetten hoor, want anders kan ik het niet lezen. Zo erg is het gesteld met mij. 01 Color Mood Happiness heeft hij gekregen. En hij ziet er dus prachtig uit. Hij is gemaakt van stevig karton. En dit zijn dan de kleuren. Wat ik ook wel heel erg leuk vind, is het tekstje in de spiegel. Dit zijn de kleuren. Ik zal er even een paar gaan swatchen. Ik heb hier uiteraard ook een blogpost van geschreven. Daar heb ik ook nog een andere ooglook gemaakt als die ik nu wil gaan maken. Maar we gaan gewoon even wat kleuren oppakken, zodat we even kunnen zien wat de pigmentatie is. En zoals je kan zien, is die best wel... Stelt hij scherp? Ja, aanwezig. Dus die ziet er best wel goed uit. Ik weet ook al welke ooglook ik er een beetje mee wil gaan maken. Dus laten we daar gewoon aan beginnen. Ik zal jullie even wat inzoomen. En dan zullen we eens eventjes een ooglook hiermee gaan proberen te maken. Zo, kwastjes verzameld. Dat is wel handig. En ik ga beginnen met... Hero, zeg maar, de kleur. Ik kom gewoon even niet op de naam, hoe ik dat ook alweer altijd noem. De arcadeboog. Hij moest van ver komen. En in de arcadeboog ga ik deze kleur gebruiken. De lichtroze. Want ik wil vandaag voor een roze look gaan. Ik vind dat mooi bij mijn nagels passen. Dus daar ga ik met mijn kwastje in. Dat vind ik eigenlijk meer een transitiekleur. Ik moet zeggen dat ik deze ook nog niet heel erg zie opkomen. Misschien ligt het aan het kwastje wat ik nu gebruik. Dus we gaan even een ander kwastje proberen. Misschien dat dat meer effect heeft. Deze neemt veel beter op, zie ik al. Maar het maakt niet heel veel verschil. Het is gewoon een vrij licht kleurtje. Maakt niet uit, het is ook een transitiekleurtje. Dus dat geeft helemaal niks. Zijn jullie fans van Essence? Kopen jullie veel Essence producten? Of heb je misschien een ander merk wat je heel fijn vindt? Ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ik ben altijd wel fan geweest van Essence en Catrice. En af en toe als er dan een keertje een product in de aanbieding is wat ik heel graag wil proberen van een duurder merk, dan koop ik dat nog wel eens. Maar anders vind ik het vaak toch wel te duur. Het wat ik zeg, de prijzen worden ook gewoon echt wel iets duurder nu. Maar goed, dat hoort erbij. Er zou trouwens ook nog een gezichtspoeder van zijn, maar die kon ik in Nederland niet vinden. Dus ik denk dat die echt in Duitsland te koop was. Nou, als transitiekleur vind ik het prima. Dan ga ik met deze roze kleur, dus die, ga ik daar overheen om te proberen wat meer diepte te creëren. Ik heb vandaag echt zin in roze. Kijk, kijk, kijk. Deze zie je direct. Wauw, direct resultaat. Heel leuk. Ja, mooi.
Ik maak altijd een look die ik zelf mooi vind hoor. Misschien dat jij zelf iets heel anders zou kiezen. Maar doordat je echt best wel veel kleuren hebt, kun je best wel veel looks maken, zeg maar, hiermee. Ik moet zeggen dat dit palet ook nog wel betaalbaar was voor zo'n groot palet. Vaak zijn de grotere paletten wel wat duurder. Ik vind hem heel mooi. Ik ga hem natuurlijk even blenden zodat de harde lijnen eruit zijn. Hij is wel shiner, maar dat maakt me niet uit. Ik doe waar ik zin in heb vandaag. Ja, ik vind hem heel leuk. Dan ga ik in de buitenste ooghoek ga ik deze donkerroze kleur pakken. En daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Die ziet er namelijk heel pigmentvol uit, maar het zegt natuurlijk nooit alles. Daar dep ik eigenlijk altijd meer een beetje, eigenlijk een soort stempelen wat ik doe. Zijn jullie ook mensen die bijvoorbeeld meerdere kleuren oogschaduw pakken? Of ben je meer iemand die gewoon één kleurtje pakt? Ik ben er altijd wel benieuwd naar. Ik werk altijd met heel veel kleuren, maar dat hoeft niet iedereen zijn stijl te zijn. Ik vind ook dat make-up is een hele persoonlijke stijl. Want wat de een mooi kan vinden, vindt de ander bijvoorbeeld niet mooi. Deze heeft niet heel veel nodig, want die bouwt al echt heel goed op, zie ik direct. Ja, mooi. Ik heb op dit moment een beetje te veel kwastjes in handen. Even blenden natuurlijk. Blenden is het toverwoord. Ja, leuk. Ik ga even wat kwastjes wegleggen, jongens, want... De hele handen zitten vol. En dan ga ik op het bewegende ooglid ga ik dit lichte roze kleurtje aanbrengen. Ik ben wel benieuwd of deze dan net wat meer pigment heeft of dat andere roze kleurtje wat ik eerst gebruikt heb. Die vind ik ook wel heel leuk. Ja, leuk. Ondertussen horen jullie een kat miauwen, die komt er ook even bij kijken. Ja, ik vind hem leuk. Nou moet ik alleen eventjes een klein kwastje pakken voor het highlighten. Zo, even een dun kwastje voor de highlighter gepakt. En als highlightkleurtje ga ik deze pakken. Zodat ik die een beetje onder mijn wenkbrauw kan aanbrengen. En een beetje aan de binnenste ooghoek. Deze is heel intens. Maar dan trek je hem wel wat strakker. Ik vind hem eigenlijk een beetje te intens als je het mij vraagt voor onder het wenkbrauw gedeelte. Maar oké, we hebben hem al gekozen. Ja, ik vind hem niet verkeerd. Maar onder het wenkbrauwbot heeft hij dus echt heel weinig nodig, want dan is hij wel echt onwijs intens. En dan is dit de ooglook. Ik vind hem zelf mooi geworden. Ik ga er eventjes een eyelinertje op doen en een oogpotlood en dan kom ik bij jullie terug, want dan gaan we natuurlijk de mascara testen. Zo, dat zit erop. Gaan we nu kijken naar de mascara. Ik ben allereerst wel even benieuwd naar de borstel. Dit is een vrij grote borstel. Op zich is het wel een borstel die ik kan waarderen. Dus dan gaan we jullie weer eventjes inzoomen. En dan gaan we eens eventjes kijken wat de mascara doet bij het geheel. Zo, ik heb mijn wimpers al een beetje gekruld. Ik doe dat altijd met de krul... wimperkruller. Ik wou zeggen krultang. Maar laten we dat maar niet doen op de wimpers. Want dat wordt natuurlijk wel een dramaatje.
Hij ruikt wel gewoon echt naar mascara. Maar ja, wat had je verwacht? Nou, ik vind hem op zich wel goed. Hij separeert mijn wimpers heel mooi. Dat vind ik altijd wel fijn als een mascara dat doet. Ik ben zelf niet iemand die tig lagen eroverheen aanbrengt. Want dan heb je van die keiharde wimpers. Daar word je niet blij van. Wauw, ik vind hem eigenlijk best wel heel erg mooi. Onderkant. Niet verkeerd. Andere kant natuurlijk ook. Zou een beetje raar zijn als je die niet doet. Oh! Zo, die kwam in mijn oog. Oké. Ik heb dan gelijk een traan op dat met jongens. Echt. Niet tof. Oeh. Het resultaat is wel heel mooi. Ik zal hem jullie eventjes laten zien. Ik vind het wel heel mooi, maar ik heb dus nu wel echt super last van mijn oog. Maar oké, hoort er een beetje bij. En dan natuurlijk het laatste, dat zijn de twee lipglossjes. Je hebt er dus twee. Je hebt er eentje in de naam... 01 Swipe for Happiness, dat is deze. En dan hebben we de 02 Happy Smell, Happy Life. We gaan ze ook even swatchen. Ik ben wel benieuwd naar het resultaat. Maar je ziet er volgens mij niet heel veel van. Ze zijn vrij transparant, heb ik het idee. Maar ik vind het ombre effect wel heel tof. Er zit dus wel een lichte menthol in, want het zijn dus plumping lipglossjes. Zo zien ze eruit met de swatch, maar hier zien jullie echt letterlijk niks van. Je ziet een beetje glimmen, maar dat is het ook. Nou heb ik wel zin om de tweede kleur aan te brengen. Dus die ga ik even aanbrengen. Zal jullie een beetje inzoomen op de lippen, dat is misschien wel handig. En dan gaan we die even aanbrengen en dan gaan we even kijken. Zo. Lippen wat ingezoomd. Ik ging voor de tweede kleur. Ik wil een goede pakken natuurlijk. Kwastje ziet er overigens zo uit. Een standaard applicator. Ik ga weer even een spiegeltje pakken. En gaan we eens even kijken. Ik ga nog een beetje nemen. Het is niet erg om het meer te gebruiken, denk ik. Ik voel hem wel gelijk tintelen. Ik vind het effect op zich wel leuk. Het is gewoon, je hebt meer gewoon een glossje. Je lippen die stralen wat meer. Gaan we heel even wachten. Misschien dat er nog een plumping effect bij komt. Maar dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Want meestal werkt dat niet heel erg. Maar ik vind het op zich wel heel leuk staan. Ik ga mezelf even verder helemaal gereed maken. En dan kom ik bij jullie terug om even de producten te bespreken. Zo, haren gedaan. Helemaal klaar. Nou, laten we de collectie even doorlopen. De topcoat die heb ik niet met jullie kunnen testen, maar vind ik heel leuk. Ik vind het effect wat die topcoat geeft echt wel een extraatje. Ik vind die leuke glitter echt heel erg leuk. Je ziet echt een heel mooi effect op de nagels, dus dat vind ik echt heel erg leuk. De highlighter. Ik vind de highlighter toch wel erg mooi. Ik moest eventjes eerst goed kijken, maar uiteindelijk zag ik hem echt wel mooi opkomen. Dus ik vind hem toch wel heel erg mooi, dus dat vind ik ook wel een aanradertje. Ja, ik vind hem wel heel erg mooi. Het oogschaduwpalet. Ja, ik vind de pigmentatie echt heel erg goed. Ik vind hem heel betaalbaar voor een palet met zoveel kleuren. Ik weet niet eens hoeveel kleuren erin zitten. Zal ik eens even kijken. 18 kleuren. Dus dat is best wel veel. Je kunt er best wel verschillende ooglooks mee maken. Ik vind de pigmentatie heel erg goed.
vind het paletten zelf mooi vormgegeven. Dus ik vind het paletten ook wel echt een aanradertje. De mascara. Ja, ziet er mooi uit. Mijn wimpers worden gesepareerd. Zie ik echt een heel groot extreme volume. Dat niet. Maar de separatie is wel heel mooi. En ik zie zeker wel dat het wat doet met mijn wimpers. Maar het is niet dat ik ineens wimpers van hier tot Tokio heb. Maar ik vind hem wel heel mooi. Ondanks dat die borstel in mijn oog kwam. Dat was eventjes een tegenvalletje. De lip glossjes. Geen plumping effect. Je ziet niet dat mijn lippen er echt groter van worden. Nou hoeft dat ook niet per se voor mij. Ik hoef niet het effect te hebben dat ik een hele opgespoten wimper of lippen of zo zou hebben. Ik heb net even goed gekeken en ik zag ook echt een heel fijn glittertje in de lipgloss zitten. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Het tinten voel je wel een beetje. Daar moet je wel tegen kunnen. Want er zit dus wel menthol in. Maar je voelt gewoon een beetje een lichte tinteling. Maar het is niet heel vervelend. Ik vind het wel hele leuke glossjes. Mocht je nou benieuwd zijn hoe die eerste kleur eruit ziet op mijn lippen. Dan zou ik eventjes zeggen, lees even de blogpost. Die zal ik eventjes in de beschrijving neerzetten. Ik ben in ieder geval enthousiast over deze collectie. Ik vind de make-up producten fijn. Ik vind het super leuk dat Essence hiermee gekomen is. Ik hoop dat Essence nog vele jaren doorgaat. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij van deze collectie vond. Heb jij er misschien wat van gekocht? Of heb je het niet kunnen vinden? Ik zal in de beschrijving even twee links achterlaten waar je de producten kunt bestellen mocht je daar interesse in hebben. De prijzen heb je ook in beeld kunnen zien staan. Dit zijn wel de prijzen die gehanteerd worden op het persbericht van Essence. Het kan zijn dat de prijs op internet iets afwijken omdat sommige producten dus echt in Duitsland te koop zijn. Ik heb deze collectie ook niet bij de Boozy Shop gezien, dus ik twijfel nog steeds een beetje of dat die echt in Nederland heeft gelegen, maar volgens het persbericht wel. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om deze video te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een rode button en daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je hartstikke bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een nieuwe video weer te mogen zien. Doeg!